Nee, ik ga dekken zo. Ik ga dekken. Oh, kom. Wij houden van voetbal. Daarom maken wij rond het EK deze serie speciaal voor jullie. En natuurlijk voor onszelf. Althans, niet voor Martijn. Die is meer van de hockey. We zetten vraagtekens bij de tradities die we tijdens de Oranjekoorts klakkeloos overnemen. En we onderzoeken in hoeverre je speltechnieken kunt toepassen in het dagelijks leven. Dit is Onze Mannen in Oranje. Voel je? Ik heb me erg gevoeld, ik zou zeggen. Hey, we gaan zuipen! Hey. Kijk eens, jongens. Hey. Jij? Ik heb wel zeker een katertje. Jongens, biertje! Als keer eigenlijk, hè, die vlaggetjes. Wij zijn nou heel erg benieuwd. Hoe kom je nou van zo'n kater af? Want de Nederlandse supporters die moeten waarschijnlijk nog wel een paar keer goed juichen. Ja, natuurlijk zijn er een paar mythes tegen de kater. Ja. En die gaan we een paar van testen. We testen er alle drie eentje. Niels begint met de eerste en dat is: werkt een vette hap? Daarom gaat hij het wereldrecord frikandellen eten verbreken. Dat is nu 19,5 frikandel in 15 minuten. Ik ga vast vertellen, ik probeer het elk weekend weg te gaan eten. Jij probeert het elk weekend? Met een vette hap mijn kater weg te eten, ja. Nou, we gaan zien of meer dan 19,5 wel werkt of misschien niet. Misschien werkt dat wel. Nou, daar heb je hem. Ik was toch echt in de veronderstelling dat we om 9:30 begonnen, jongens. Maar het was toch 9:00, sorry, excuus. Mijn excuses. Zo, goeiedag. Goedemorgen. Nou, laat het goede maar weg. Deze man gaat het wereldrecord frikandellen eten verbreken. Ja. We staan erop. Helemaal goed. Kom eens even maken. Toppie, man. Kom mij zitten. Ik was al niet echt fan van frikandellen. Maar of ik straks ooit nog een frikandel ga eten na deze recordpoging, dat is nog maar de vraag. Oh, ho, 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 ho. Holy shit. Hoe dan? Holy moly. Nou, Niels. Geen saus, gaf. Nou, die komen erbij. Nou, die komen erbij. Oké, we hebben hier 20 frikandellen. En die, ja, als je het record wil verbreken, moet je ze ook allemaal opeten in 15 minuten. Dat betekent kan makkelijk. Ja, dat je dus meer dan 1 per minuut moet eten. Je hebt wel eens van die katers zoals nu. Ja. Dat je er makkelijk 3 wegvreet. Ja. Ja. Maar ik heb nog nooit de kater gehad dat je er heel makkelijk 20 wegvreet. Wij gaan je ook helpen. Ik heb een timertje ik bijhouden, zodat ik precies kan bijhouden waar je moet zijn op welk moment. Begin even met een bak maaien. Smeer de keel. Ja. Oké. Nou, dan in 3, 2, 1. Go! Start de tijd. Oh, kus hoor. Dit is 1. Dus, nou ja, het is het. 1/5. Oh, ze zijn nog best wel warm, man. Oké, je hebt er nu 1 op in 45 seconden. Oh, je gaat lekker. Het juiste tempo. Het gaat goed. Je gaat lekker, Niels. Focus je gewoon op de frikandel. Ik word nu al misselijk. Ja, gewoon door eten. Daar moet je dus niet aan denken. Gewoon door eten. Gewoon, je bent misselijk van je kater. Dit helpt je ervan. Ja. En kijk vooral niet naar dit stuk. Kijk vooral niet naar dit stuk. Focus je op de lege stukjes. Als we kunnen helpen, dan heb ik ook nog saus. Hoe lang heeft hij nog? We zitten op 10 minuten en 20 seconden over. Dus je kom moet op, man. Even dit door kun je eten. Nog makkelijk halen. Dit is onmogelijk. Ik heb nog maar 20 frikandellen achter elkaar opgegeten, idioot. Voel je kater al minder worden, Niels? Nee, Martijn. Echt totaal niet. Dan moet je door eten. Het gaat om veel vette happen. Godverdomme. Wat zei je? Ben je een berenklauw? Kan dat? Moet ik dat even regelen? Nee, op suiker. Een nasi bol? Moet even kijken. Maar dit is hoor, ook niet goed voor je maag gewoon. Zoveel vlees. In die end zijn het nog maar 5 frikandellen. Is er iemand die dat ooit heeft gedaan, ooit overleden? Nee. Alsjeblieft. Nee. Nee. Ja, dat is nog nooit niks iemand aan frikandellen eten overleden. Zag ze wel een keer afge... Ik zag ze wel een keer met een brandkaart. Afgeroerd met een brandkaart. Oh, frikandellen. Kijk Niels, allebei een hapje. Jij een hapje, ik een hapje. Dit helpt. Niels, verbrouwen. Nee, ik ga dekken zo. Ik ga dekken. Oh, kom.
Sorry, ik heb ook... Dit is zo naar, dit is zo naar. Weet je wat helpt tegen misselijkheid? Ja, dan frikandelletje. Ik ben fucking misselijk gehouden. Het slechte nieuws is... dat het niet helpt tegen de kater. Nee, dat kunnen we pas concluderen na 20, Niels. Oh. Ik vind dat je veel te snel conclusies trekt. Niels is uitgepeld. Ja. Die heeft onderzocht en we kunnen concluderen dat de vette hap, zeker in deze hoedanigheid, helpt niet tegen kater. Veel meer tegen. Ja, het is nu aan jou en mij om de kater te testen. Hoe we daar overheen kunnen komen tenminste. Ja. En ik ga een freeze lap in. Het gaat om temperaturen van min 120 graden, heb ik dat goed begrepen? Nee, 3 minuutjes gaan we daarin om te kijken of dat tegen de kater helpt. 'S Avonds een man, 's ochtends een man. Maar deze man had het mooi voor gezien. Niels is gesneuveld. Ja. Nou, 8 frikandellen, nou, wat er eerlijk, eigenlijk 6 waren. Eerlijk, wij hebben ook een friet meer gegeten. Ja, het zit wel niet lekker. Ik ben zwaar op de maag. Maar goed, het is mijn beurt. Ik ga de freeze lab in. Alles voor de wetenschap, jongen. Alles voor de wetenschap. Ik ben heel benieuwd. Hij wil een record gaan zetten. Een record gaan zetten? Zo lang mogelijk onder de freeze lab, totdat het gevaarlijk wordt. Nou, dat hoop ik dat hij ermee uit gaat krijgen. Anders ga je enorme brandbladen krijgen. Dat wil je niet. Nee, dat eerst willen we zeker niet. Je bloeddruk opmeten. Oké, hoe lang kan je maximaal in zo'n freeze lab? Maximaal doen wij de volle 3 minuten in de min 110. Langer mag niet? Nee, want het draagt nergens aan bij. Je kan onderkoeld raken. Oké, maar ik heb dus last van een flinke kater. We hebben gisteren tijdens Nederland even goed gedronken. Dus gaat mij dit van de kater afhelpen? Ja. Komen er veel brakke mensen hier? Ja. Dit is geen gewoon zieke promo over de zaak? Dit is gewoon... Je hoort hem straks. Oké. Maar als hij straks eruit komt, zijn zegt. Als hij eruit komt. Ik vond wel zo'n leuke patoffel. Appetee. Eigenlijk is het best chill. Ik dacht dus, dit is echt afzien, maar ik krijg hier echt een fucking spa-vibe van. Dat is toch maar... Niels moest 20 frikandellen wegbeuken en ik ga naar een soort van spa. Ik vind dit gewoon nog een soort van spannend, jongens. Laten we het doen. Ready allemaal? Ja. Ik ben ready. Ik weet niet, zijn jou, Joost? Ja, we gaan. Okay, ben je ook ready? Tot ziens, staat er. Go! Goed de deur achter je trekken. Oh, oh, oh! Daar staat hij. Hij gaat ook dansen, lekker pik. Hij heeft het wel in zijn zin. Gaat goed? Dit ziet er niet uit. Oh god. Nou ja, het is minder dan een ijsbad. Een ijsbad sta je niet te dansen, dat weet ik wel. Ik kan me wel heel goed voorstellen als je dit doet. Je volledig van je kater af bent. Nog 1,5 minuut. Van 1 tot 10, hoeveel pijn doet het? 2 minuten. Kom maar lekker. Joost, je doet het goed. Misschien iets minder aanstellen. Je bent er! 2, 1, ja, kom je maar duwen. Duwen. Koud. Holy shit. Ah. Oh, hey man. Hey, ben ik weer. Hey, hoe voel je? Ben je op je kaart heen? Ik voel mijn ijskontje. Nee, oprecht. Op een gegeven moment gaat het echt pijn doen. Op je huid en zo. Ja, ja. Maar ik voel me nu wel heel erg wakker. Ja, dat snap ik. Je hebt ook best wel staan stampen daar. Joost. Ja, ik voel mijn kip lekker. Aan je gezicht kunnen we concluderen. Dit werkt. Ja, dit werkt. Het was natuurlijk heel koud, maar ik voel me herboren, jongen. Lekker, man. Ik heb totaal geen last meer van de kater. Ja, jij blijft lekker in beweging. Ja, dat schijnt heel goed te zijn voor de kater. En aangezien jij al van je kater af bent, kun je gezellig met me meedoen. Dat vind ik leuk, want we gaan naar een wipe-out baan. Dat is waar we dan weer leuk op beeld. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus jij gaat lekker wipe-outen. Ik ga met je meedoen. Gezellig. En dan gewoon jouw kater verslaan. Yes! Yo, gozer! Het schijnt dus dat actieve beweging wonderen doet. Ja, het is wel riskant, daarom ja, safety first. je kan natuurlijk heel simpel in je achtertuin doen. Maar ja, wij dachten, wij gaan gek, wij gaan lekker wipe-outen, want dat is natuurlijk veel leuker.
Oké, Tinus, ronde 1. Goed dat je je helm op hebt. We gaan even de kater eruit klappen. Ja, dus leuk. Ik heb hier paneel. Kijk, kunnen we hem besturen. Maar maak je geen zorgen. Als het fout gaat, is hier het emergency stopknop. Maar dus dan gebeurt er niks meer. We hebben ook een safety code word, Joost. Ja, spaghetti. Spaghetti. Nee, helemaal goed. Oké, als je wilt, kan je rustig van A naar B. Dan komt je klaar. Zeg maar tot ziens. Komt die piloot. Hey, dat is mijn Tibet. You did not beat the system, my friend. Maar heel even eerlijk, heel even eerlijk. Ik had het een kater. En die is weg. Is de kater weg? De kater is weg. Het werkt. Wil je ook nog de rest van het parcours doen? Want dit was eigenlijk een kleine warm-up. En nu ik er toch ben en nu ik weer helemaal fris ben, let's go! Ready for adventure! Yeah, let's go! Gaan we dit doen? En als je dan al nat bent, dan is het de kunst om niet nog een keer nat te worden. See you on the other side, Joost! Oké, daar kom ik! Ja, gaat dit niet opkomen, Joost? Als ik hier val, dan breek ik sowieso mijn enkel. Rissen! Team is nooit er aan. Yes! Gewonnen! Hoe dan? Respect voor Joost. Heb je nog een kater, Jan Smeek? Nou ja, heel eerlijk, Joost. Ik heb geen kater meer. En komt dat dan omdat je in beweging bent geweest of gewoon ook weer door het water en zo? Het komt door het feit dat het inmiddels al 3:00 PM is. Ja, we zijn ook al een tijdje bezig natuurlijk. En zo'n lekkere klap in het gezicht van dit koude water doet wonderen. Ja. Dus ik ben weer helemaal fris en fruitig. Dus ik zeg... Nog eentje. Ja, we kunnen wel een kleine conclusie trekken. Waarom wordt het water hier warmer? Omdat je aan het plassen bent. Klopt. 20 frikandellen eten of een poging doen tot, helpt niet tegen je kater. Surfreeze heb eigenlijk heel erg goed. En een frisse duik en een beetje heen en weer geslingerd worden in een wipe-out circuit. En een beetje in beweging zijn. Zo voor hoofdpijn, alleen dan een hele andere soort hoofdpijn. Ja, maar goed, als jij dus een flinke kater hebt na een wedstrijd van Nederland zelf al, dan weet je nu wat je er tegen moet doen. Wipe-out, bitches! Woo! Volgende week zijn we er weer! Woo!